Kira Broekhoven, die kent geen ABN, dus dan gaan we naar Tilburgs. Ze hebben hier niks anders geleerd volgens mij. Maar dat is heel Tilburg wel een beetje, die ervaringsbuurtjes. Ja, ze kijken even kijken, maar ze kijken niet kijken. Af en toe wel, dat is iemand die niet goed bij zijn status, hè. En de kwiebis en zo. Ik ga naar mijn niepert. Naar mijn niepert? Ik kan naar mijn bed toe, ik kan naar mijn niepert. Of huis is Kiet, ik ga naar de Kiet. Allemaal van die echt Tilburgse dingen, hè? Dat kennen ze bijna nergens. Ik ben geboren in Raamsdonk. Maar ik praat ook niet meer dat platte vers, zeg maar. Ja, dat is vers. Raamsdonk sfeer, dan zeggen ze ver. Raamsdonk sfeer, dat is sfeer, maar dan zeg ik, wij zeiden al, ik woon op het ver. Ik woon in het ver. Ja, Raamsdonk sfeer. Van die taal, weet je. Ja. Ik sla mijn kop tegen de keibaan. Of sla je hem je hem je erpel? Sla je hem je hem je erpel, ja. Dat eten we vanavond. Ja. Mees, mees. Ja, dat is echt Tilburgs, hè. Die mees of zo. Maar dat wordt op heel veel plaatsen niet gewaardeerd, gezegd. Die mees of zo. Oh, ik ben zeker een Tilburger, die mees. Als je ergens in buiten de stad komt en je staat met te praten, dan zou je niet weten wat je zegt. Maar als ik met andere mensen praat, dan hou ik me wel in. Als ik bijvoorbeeld mensen boven de rivier zit, dan moet ik dat echt doen, want die verstaan me gewoon niet. Echt Tilburgs ge-ouwe-oe, noemen ze dat? Ja, ge-ouwe-oe. Gemauw, hè, zeggen wij. Ge-ouwe-oe. Gemauw allemaal. Maar het is echt heel moeilijk als je buiten Tilburg komt en ze kunnen niet volgen. Kijk, ik heb ook wel zo, daar sta ik de poelen daar in een blaak ergens. En dan komen mensen uit Limburg. En dan kunnen ze echt niet volgen. Dan zeggen ze wel ja of nee, weet je niet. Maar ze verstandige letter. Zo werkt het gewoon.